Onderwijsminister Henry Ory is niet met veranderingen voor het Surinaams onderwijs gekomen. Dit stelt Helima Pousse, directeur Algemeen Vormend Onderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gisteren tijdens een spoedpersconferentie. De directeur stelt dat vele veranderingen die nu worden doorgevoerd door voorgangers van de bewindsman zijn voorgesteld. Hij heeft de onderwijsvernieuwingen die in 2020 door zijn voorganger, minister Marie Leeven, zijn gestart, geëvalueerd en waar nodig aangepast. OGO, ontwikkelingsgericht onderwijs in de school, startte in 2020 door minister Marie Leevens en is doorgegaan door minister Henry Ory. De overgangsnormen waren gestopt, het was getemporiseerd vanwege de COVID-situatie. Maar minister Ory heeft dat geëvalueerd en het hebben we het weer geplaatst naar normaal. En ik blijf het zeggen, politiek is er. Wij als samenleving, wij als burgers moeten bewaken dat processen niet verstoord raken. Pousse erkent dat de samenleving kritisch moet blijven. Ze stelt dat elke minister die na de huidige komt ook zaken zal overwegen die tijdens dit regime zijn doorgevoerd.